Zo, ik kom even een stukje meevaren hoor. Dankjewel. Bye bye. Ga even marketing doen. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Hi. Hi. Met wie heb ik het genoegen? Je hebt het genoegen met Monique van der Werf. Ja. En ja, watertaxischipper. Echt waar? En net klaar met een dienst. En wat heb ik me eigenlijk altijd afgevraagd? Ik dacht dat dat echt zo'n mannenbolwerk was hier. Ja, is het ook. Ja, is het ook. Er zijn 100 schippers, 2 vrouwen geloof ik. Dus, echt waar? Het is een mannenbolwerk, maar er zijn ook vrouwen met de papieren en voorheen tijd genoeg om te varen. En zijn jullie ook een beetje de cowboys van de Nieuwe Maas, die watertaxi? Ja, je snapt natuurlijk een beetje waar ik op... Ja, ik begrijp waar je naartoe wilt. Nou, ik ben geen cowgirl. Nee, ik ben geen cowgirl. Cowgirl, geen cowboy. Nee, maar dat was even ongeluk, hè? Ik denk 98% is geen cowboy. Nee. En natuurlijk, ik vind het ook leuk om hard te varen. Ik wil anders ga je niet op de watertaxi varen. Het is leuk om met mensen te varen, het is leuk om hard te varen. Alleen, ja, binnen de mogelijkheden natuurlijk. Maar, ik hoorde jou net zeggen, als je er tijd genoeg voor hebt, heb jij dan nog andere werkzaamheden ernaast of zo? Mijn man en ik hadden een winkel en werkplaats hier in de Leuvenhaven, hier op die plek. En een paar jaar geleden is mijn man overleden. En ja, ik moest verder. En op een gegeven moment had ik de vergunning rond om een bed and breakfast, een groepsaccommodatie in het ruim van het schip te maken, van de werkplaats dus. En dat was vorig jaar. Dus toen kon ik gaan verbouwen. Ja, je begrijpt, voor mij is het een topplek. Want ten eerste zie ik mijn collega's de hele tijd af en aan varen, wat ik heel erg leuk vind. En af en toe als ik de hond uitlaat, dan zie ik ze. Maar ik heb zelf heel weinig tijd om nog te varen. Ja. En ik ben nog wel een paar keer en af en toe een noodoproep als die er is. En ik heb even geen gasten. Maar ja, zometeen komen er ook weer gasten. Het seizoen is natuurlijk begonnen. Ja, het seizoen is begonnen. Zeker vanaf Pasen. En nu, ik ben natuurlijk in januari pas gestart. Maar nee, dan moet je gewoon iedere klant. En elke kamer is er één. En watertaxi is hartstikke leuk. Maar het verdient niet echt goed. Dus ja... Is het dan raar dat je nu, maar even in die overdrachtelijke zin te blijven, zelf aan het roer staat? Ja, want we hadden al wel plannen om ooit die werkplaats te gaan verbouwen tot wat het nu is. Ja. We zouden het samen doen. Ja. En we zouden het, hij was natuurlijk toch meer van de techniek en ik meer van de marketing en de gasten. Ik bedoel, de traditionele rolverdeling. Ja. En nu moet ik het eigenlijk allemaal alleen doen. Lukt dat? Dat is, het lukt. En af en toe is het zwaar. Ja. En meestal is het heel erg leuk. Dus ja, het gaat. En inmiddels heb ik een vriendin en heb ik ook zoveel mensen om me heen staan die natuurlijk ook gewoon helpen met van alles en nog wat. En ja. Heb ik een keer een timmerman nodig, mensen uit de Oude Haven, ze helpen allemaal. Ja. Dus er is ook een hoop goedwil naar mij toe, zeg maar. Nee, tuurlijk wel, dat snap ik wel. Maar als je maar samen aan een droom begint... Maar dat maakt het wel begint... makkelijker. Ja, ja. 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 Nou, dit is... allemaal nodig omdat we in Rotterdam zijn. Hoezo? Nou, privé, dat mensen niet zomaar even aan boord lopen. Ja, ben je serieus nu? Ben serieus. Het is, ik heb al mensen gehad die hier een lunch op zaten te eten op mijn terras. Ik heb van, pardon? Zal ik een tafeltje even schoonmaken voor ja, je? Ja, ik zeg, doe je dat ook bij een ander in de achtertuin of zo? Oh, en dan wisten ze het niet? Of... Oh ja, sorry. Ik zeg, er zijn banken, de gemeente heeft daar zo'n leuke trap neergelegd. Ja, ga daar zitten. Ja. Nou, als ik even de geheime code doen. Ja, ik sta achter je, dus niemand die het ziet. Yes. Nou, hier is de woonkamer. Dit is ook de ruimte waar de groepen natuurlijk lekker in gang kunnen gaan. Ze kunnen de tafeltjes tegen elkaar schuiven. Zo, dit doet ze, ik dacht, even serieus. Ja, misschien ook stereotyp. Ik denk, ga maar een bed and breakfast op een boot. Ja. Ik had iets anders verwacht, Monique. Ja, nou ja, dit is wat ik in mijn hoofd had.
Wat voor mensen komen er nou eigenlijk op af? Ja, wat niet. Zijn het zeg maar mensen die voor een bruiloft in de stad families, zijn? Gezinnen, ik had net twee Mexicanen die op rondreis door Europa aan het doen waren. Iemand die een training had in Capelle, die het leuk vond om in het centrum te zitten. Ja. Mensen die in het World Trade Center moeten zijn. Mensen van de scheepvaartbedrijven, van Maersk en dat soort bedrijven. Ook mensen die 60 jaar geworden zijn en lekker twee dagjes Rotterdam komen doen. Veel Belgen in verhouding. Ook veel Nederlanders. Ja. Nou, nog even lekker naar buiten. Lekker, hè? De stoelen zijn echt een half uur geleden geleverd, zo'n beetje. Was het voor je vriendin makkelijk zeg maar, om aan boord te stappen, omdat het niet zeg maar haar idee was? Nee, nou, ik ken haar al langer. En ze kende ook het zeilwereldje. Dus in die zin was dat niet onbekend. En ze wist ook al wel van de plannen. Dus dat ging wel. Maar ja, zij heeft ook gewoon de eigen werk. Ja. Dus, en ik doe nu dit. Ja, nee, maar dus goed, je moet wel ineens op een boot. Klopt, ja. Ja, maar juist het varen. Kijk, daarnaast ligt nog een kleine. Die heeft de gezinsuitbreiding zelf gebouwd. En daarmee zijn we ook naar Denemarken geweest en Duitsland en het Wad en alles. En ik heb ook met mijn vriendin op die gevaren. Nou, dat hebben we alle twee ook super van genoten. Alleen ook daar heb ik geen tijd meer voor. Dus hij is te koop. Monique. Erg jammer, ja. Maar ja, ik bedoel, een boot, koop een boot en werk je dood, zeggen ze altijd. Is dat het? En dat is het wel. Ik stap in nieuwe dingen en ik ga er vol in. En tot nog toe werkt het. Ik vond het leuk om een stukje mee te varen, lopen en weer te eindigen op een boot. Dus nou, precies. De cirkel is rond. Dankjewel.